Dat is al mis. Ja, dat wordt... Oh. Hoi, jongen. Ja, het is niet makkelijk, hè? Het is niet makkelijk, nee. Nee, het lijkt makkelijk, hè? Het lijkt zo makkelijk, hè, maar het is niet makkelijk. Ja, nou, het is geen strandsport, hè? Ja, het is enorm. Het is een heel zware sport. Het is een heel zware sport, heb ik in de gaten. Ja. Ik kan wel tafeltennis, ken je dat ook? Ah ja, dat kunnen wij ook. Dat is om op te warmen. Dat weet ik, hè. Voor ons is het om op te warmen, hè. Een man uit Gistel houdt een opmerkelijke actie op de markt van Brugge. De Belgische badmintonkampioen bij de veteranen zit bijna elke dag op het plein en protesteert met borden tegen het verbod om te badmintonnen. Eind dit jaar mag Erik Timmerman naar de wereldkampioenschappen in Spanje. Maar om zich voor te bereiden moet hij minstens 3 maanden op niveau kunnen spelen, ook wedstrijden. De man is pas 52, maar hij wil later het Guinness Book of Records halen en een 97-jarige Canadees van de troon stoten als oudste speler ter wereld. Als er niets verandert en het verbod blijft, dan overweegt hij om in hongerstaking te gaan. Volgens mij hebben ze alle indoorsporten op een hoopje gegooid, terwijl badminton is geen contactsport. Deze studie heeft uitgewezen dat een contactloze indoorsport zoals badminton even veilig is als gelijk welke buitenactiviteit. Dus ik hoop dat het overlegcomité daar ook een keer rekening mee wil houden. Het is nu al 6 maanden dat ik bijna geen slag heb geslagen. En het is werkelijk nodig dat ik weer terug herbegin, want zo kan het niet verder. En we moeten leren leven met het virus. Het kan niet blijven duren. Gezondheid is belangrijker. En ik vind gezondheid belangrijker dan die terrassen openen. Sport is gewoon gezond. Tot zover het nieuws over de coronamaatregelen. Alle beslissingen van het overlegcomité en de reacties uit de verschillende sectoren kun je ook nog even nalezen en bekijken op onze website natuurlijk.